Het is gewoon heel spannend. Ik bedoel, want er staat je mannetje staat daar op zo'n mega podium met Tino Martin te zingen met het Metropoolorkest erachter, wat ook echt heel erg gaaf was. En dan, ja, dan doet hij het zo ontzettend goed. Ja, dan ben je wel trotser kun je denk ik niet worden. Alles wat ik heb verdiend, zij weet het, zij weet het. Alles wat ik heb verdiend, zij weet het. Hoe begon dit avontuur van het Knoopgala? Ik werd gebeld door Karin van Bureau Evenementen van Avelijn. Of Nick wilde komen screenen voor het Knoopgala. En daar is hij heen geweest, zo gezegd, zo gedaan. En toen werden we een paar weken later gebeld dat Nick mocht meedoen. En nou ja, dan krijg je contact met de NPO. En dan gaat alles aan het rollen. Hoor je ze? Ja, ik hoor ze, ja. Ik heb ook nog een zangkoorts gehad van Tanja. Ja, en dat ging wel goed. Het is een heel snel liedje en ik vind het heel lastig om snel te praten en laat staan snel te zingen. Komt nog wel eens moeilijk uit zijn woorden. Dus, maar dat heeft ze heel goed gedaan hoor, dat hebben ze echt heel goed geoefend. En na 2 weken oefenen was het op 8 december eindelijk zover. De opnames voor het Knoopgala in Theater Carré. Ja, mijn ouders hadden eerst mij opgehaald hier naartoe. En daarna gingen we met de auto naar Amsterdam heen. En repeteren, ja, dat ook. Nou, het er allemaal bij. Ja. Uiteindelijk gaf Nick een spetterend optreden. Maar dat was nog wel even spannend. Want Nick is voor het Knoopgala een tijdje lang behoorlijk ziek geweest. Nick heeft corona gehad. Heeft ruim 2 weken, wel bijna 3 geloof ik, is hij hier in zijn kamer in quarantaine geweest. En hij was ziek ervan. Dus nou ja, dan lag hij hier op zijn bank en het enige wat je dan kon was voor het raam zwaaien. Uiteindelijk is hij gelukkig doorheen gekomen. Hij is goed beter geworden. Zonder heel veel restverschijnselen. Dus fit genoeg voor dit avontuur. Dus wat moet iedereen vanavond doen? Zij weten. Vanavond allemaal kijken om NPO 1, 8:30.